Het beest van Haarlem. Remco Smit-Stalenhoff. Daarnaast een broeder die al lang met mij in elk geval allerlei kampioenen uithaalt op het podium. Nu ook deelgenoot van Bohemian Groove. Starend virtuoos. Grote naam in de barokwereld. Meestersolist met alle grote orkesten. Tot ver in het buitenland. Arjen de Graaf. Altijd op de rails houdt. Ongelofelijke meester op vele instrumenten. Een van de allergrootste namen in de Nederlandse muziekgeschiedenis. Vormgever van het Amsterdamse educatieve muziekbedrijf. Womanizer. Multimiljonair. Ik zal het in extra willen noemen, maar ik ga even naar de broeder van David. Ze spelen hetzelfde instrument. Ze noemen het wel een kans uit je leven om met zo'n grootheid het podium te betreden. De man schudt festivals uit zijn mouw alsof het niks is. Hij is gevreesd in heel Gelderland, vooral bij de jongere dames onder ons, maar solliciteert gerust naar een plekje. Het beest uit Nijmegen, Wiero Majeur, dames. Dan hebben we in Bohemian Groove natuurlijk iemand op drums. Vandaag geloof ik niet op zitten, zei ze. Maar hij kan alles. Hij sleurt ons er doorheen in de donkere dagen voor de kerst en voor het nieuwe jaar. In mei op het Amersfoort Jazz Festival. We zijn heel trots dat hij uit Brabant de rivier is overgestoken, want deze grond voelt niet echt natuurlijk onder zijn voeten. Maar wat een fantastisch monster op de drums. Geef hem een hartverwarmend applaus. De hertog van Brabant. Speciale dingen doet met allerlei effecten en laptops en live sampling. Vraag gerust na het optreden even naar de geheimen van zijn kunst. Het is ook een hele intelligente muzikale man. En dan tref je maar weinig bij mensen die leven in een wereld vol techniek. Nou, ik mag niet generaliseren. Hier is de man Mark Turner. Nee, dames doe ik altijd heel speciaal. Ik had al gezegd dat ik met hem een plan had om een kleine big band met groeimogelijkheden op te richten. En dat is dan vanaf vandaag een feit. Neem de flyer mee, daar staat zijn e-mailadres op. Ga gerust bij hem thuis langs, vindt hij heel gezellig. Hij kan fantastisch koken. Bok. Ik ben even de naam kwijt van dat apparaat, maar het is even voorbij het Henschotenmeer, wat overigens al genoemd wordt in een oorkonde van kamergrootte in 777. De schrik van Maren, de Jack de Ripper van de Utrechtse Heuvelrug. Straks al een hoop over haar verteld. Ze is niet alleen oogverblindend, ze is ook oorzalvend. Al mag ik dat niet zeggen van sommige mensen, omdat dat een beetje ranzig klinkt, maar ik wil een warm applaus uit de grond van uw aller hart voor deze multi-instrumentalisten. Half uit Spanje en
goede helft hier uit ons eigen Friesland, de dochter van Inge Sisega, dat mag ook eens gezegd, Wieke Aurora Garcia. Hij zit met smak te wachten wat ik over hem ga vertellen. Het scheelt maar één letter met mijn woonplaats, hij woont in Baren. Daar al waar hij de zaak natuurlijk van strikt onveilig heeft gemaakt, en dat breidt hij successievelijk uit over het land. Stockwall de homo universalis, de schrijver, de dichter. Hij is gek op telefoongesprekken, dus u kunt rustig gaan bellen. Hij heeft zijn telefoon al op de flyer staan. Hij kan niet zo goed koken, hij eet het wel op, dus je kunt hem ook rustig uitnodigen bij u thuis. Maar dan moet u uw kleine kinderen wel vroegtijdig naar bed brengen. 12 is zijn getal. Alles daarop neemt hij gratis mee. Gesprekken duren tot diep in de nacht. Vraag hem rustig op een verhaal, een anekdote. Het is een wandelende encyclopedie bovendien. Hier stormvogel, doet het tot zo.